ben Louis Verstraeten, 18 jaar, middenvelder bij Waasland Beveren. Ik speel vanaf mijn 9 jaar bal bij Gent, dus het is wel raar eigenlijk om zo voor andere kleuren te spelen, maar dat went zeer snel. Dus vanaf mijn eerste beloftematch eigenlijk al, had ik direct het gevoel van nu ben ik van Waasland Beveren. 22 december 2016. Louis Verstraeten is amper 17 als hij debuteert in het eerste elftal van AA Gent. Tot op vandaag weet hij nog altijd niet wie hem die overdosis aan voetbaltalent geïnjecteerd heeft. Mijn papa was vrij slecht eigenlijk. Hij mocht zelf niet meespelen in de derde klas of zo. Dus, dus ik weet eigenlijk niet waar het degene komen, want mijn broer kan ook wel vrij goed voetballen eigenlijk. Het is wel raar eigenlijk hoe dat ontstaan is eigenlijk. Verstraeten zag het voetbal lang als een partie plezier. Als kind ervan dromen profvoetballer te worden, was niet meteen aan hem besteed. Tot mijn 15e, toen ik zo 15 was, 16, toen begon ik er wel zo wat door te komen. Maar daarvoor hadden we ook geen zo'n goede ploeg en was dat zo allemaal, was dat gewoon veel plezier en ook een beetje hen natuurlijk. Hè. Dat is altijd nog een goede ploeg. Maar vanaf zo'n 16, 17 begon ik wel zo wat echt, goed te spelen en zo, een nationaal ploeg ook geselecteerd geraakt. En dan dacht ik wel van dat ik toch iets kon bereiken in het voetbal. Dus dat is eigenlijk pas laat eigenlijk dat in mijn hoofd gespookt eigenlijk, want ik ging altijd gewoon studeren en voetbal zie ik wel. Dus. Naast profvoetballer zijn doet Louis dat studeren ondertussen ook. Als eerstejaarsstudent toegepaste economische wetenschappen. Ook door zijn medestudenten zal hij ongetwijfeld vaak aangesproken worden over het hoogtepunt in zijn nog prille carrière. Zijn Europees debuut tegen Tottenham. Ja, mijn invalbeurt op Wembley, denk ik wel dat dat veruit. Ja. Toch wel het zoals dat ik al gedaan heb. Dus dat is wel met niks te vergelijken eigenlijk. Omschrijf het eens. Ja, ik heb die verhaal al vaak gehoord, maar dat is omschrijven, dat is niet zo. Ja. Het is een stadion, maar dat wat groter dan een ander, maar het is gewoon, moet het eigenlijk wel meegemaakt hebben om dat te kunnen uitleggen. Nu zaterdag staat er met Waasland Beveren tegen AA Gent opnieuw een speciaal duel op het programma. Ik kom wel redelijk wat maat naar zo kijken, dus ik denk dat er redelijk wat volk van vrienden van mij in zo'n tribune gaan zitten. Stel je even voor, je valt in en je scoort de winning goal. Ja, dat is ook, ik heb ook wel graag gedacht, maar dat zou wel weten natuurlijk. Ja. Als het zaterdag niet lukt, dan misschien wel in een volgend treffen. Waasland Beveren huurt Verstraeten nog tot eind volgend seizoen van AA Gent. Wat zijn jouw kenmerken en jouw sterke punten als voetbal? Goed loopvermogen, een goede lange bal wel. En mijn duels ben ik ook wel vrij sterk in. Dus een box-to-box middenvelder eigenlijk. Waar moet je echt nog aan werken? Reactiesnelheid en mijn eerste meters. Dus, maar daar ga ik ook aan werken. Dus, ik ga nooit een sprintbom worden natuurlijk, maar ik denk dat er daar wel nog wel verbetering kan komen. Meske Un Club, meer dan een club. Het is een leuze waar Barcelona voor gekend is, maar die zeker ook voor Waasland Beveren geldt. Geel-blauw is immers veel meer dan die 11 spelers op het groene veld. We proberen natuurlijk als profclub onze sociale rol te vervullen in de maatschappij. We gaan bijvoorbeeld naar scholen, we organiseren projecten met kinderen, met volwassenen, mensen met beperking, ouderen. Eigenlijk iedereen in de maatschappij proberen we aan te spreken of ze nu supporter zijn of niet. Waasland Beveren als warmnest waar iedereen welkom is, dat gevoel wil de club uitstralen. Een filosofie waar elke dag opnieuw hard aan gewerkt wordt. Denk maar aan de G-ploeg en bijvoorbeeld de vele sport- en spelkampen die de club jaarlijks organiseert. En dat is nog lang niet alles. 7 maart bijvoorbeeld organiseren wij de WB Cup, de finale, een scholentoernooi van alle Beverse, waar alle Beverse scholen aan deelnemen. Dan mogen ze eigenlijk 1 middag op ons A-terrein hier wedstrijden spelen, zoals eigenlijk een profspeler met een countdown, echt zoals ze het kunnen ervaren, alsof dat ze later een profspeler zullen zijn. Daarvoor hebben we al de scholen zelf al bezocht, waar we daar een toernooitje georganiseerd hebben. Waasland Beveren zet zich ook in voor een veiliger verkeer. Middenvelder Olivier Mini heeft daarover nog een boodschap voor alle fans. Best supporters, ik hoor dat jullie zaterdag met veel aanwezig zullen zijn. Daarom roepen we iedereen op om met de fiets te komen. Voor degenen die met de fiets komen, verloten wij gesigneerde fluo vestjes die gepersonaliseerd zullen zijn. Ik hoop tot zaterdag.
wedstrijd die je moet winnen? Ja, hoe dichter dat je bij het einde komt, richting play-off 1. Wij staan op 3 punten van play-off 1 nog. Dan weet je gewoon dat je eigenlijk die laatste wedstrijden moet winnen. 9 op 9 dus? Als dat kan, ja. Maar dat komt uiteraard niet op bestelling. En wij gaan ook niet verder kijken dan de eerstvolgende wedstrijd. Dus onze focus ligt gewoon op A-Gent en 3 punten te pakken voor onze eigen supporters. Hoe ga je die wedstrijd aanpakken, A-Gent? Vergelijkbaar met anders. Ik denk dat wij altijd al van onze eigen kwaliteiten zijn uitgegaan. Je moet uiteraard ook rekening houden met de kwaliteiten van de tegenstander. Maar toch trachten vanuit je eigenheid te spelen. En dat gaan wij nu zaterdag ook doen. Ja. Je hebt wel aanvallend een optie bij nu met Van Zoja die terug is. Ja, dat is leuk. Betekent ook dat de concurrentie binnen de groep opnieuw scherper staat. Dus dat zijn allemaal zaken die positief zijn. En dan heb je positieve selectieproblemen. Wat kan Van Zo aan? 90 minuten of is dat nog allemaal te vroeg? Dat zullen we moeten zien. Hij is ingevallen en heeft dat op zich ook goed gedaan. Maandag heeft hij dan opnieuw met de belofte eigenlijk ritme opgedaan. Omdat het gewoon nodig is. Ik heb er ook veel jongens laten spelen die minder aan spelers zijn toegekomen. Dus wij kijken stap voor stap en zien wat de progressie is. Wie van de spelers van Waasland-Beveren legt het snelst ons hindernissenparcours af zonder dat de bal de grond raakt? In de spelersbattle krijgen ze 1 voor 1 hun kans. In deze aflevering toont Davy Roef dat hij ook met de voeten goed overweg kan. WBTV werd mede mogelijk gemaakt dankzij deze partners.